Wat heb je voor nu aan de vrijwilligersdag binnen de gemeente? Nou, we hebben hem eigenlijk volledig nu gemaakt. Voorgaande jaren hebben we een voorstelling van het kerstcircus voor de vrijwilligers uitgenodigd geworden. En wat we nu gedaan hebben is eigenlijk een gans weekend met allerlei verschillende activiteiten hoe vrijwilligers aan deel kunnen nemen. En waarom heb je voor de opzet gekozen? Nou, bij het kerstcircus zag voor enerzijds dat de capaciteit beperkt wordt, omdat voor iemand teleur moest je stellen. Maar we zorgen ook dat er eigenlijk weinig interactie tussen de vrijwilligers koos ontstaan, omdat die allemaal naar de circusvoorstelling gingen en daarna weer hevig. En dat is natuurlijk ook leuk als je met andere vrijwilligers kunt schalen om te kijken wat die dan doen en dich ongerein leert kennen. Plus we zorgen dat er nu zacht, ja, waarom eigenlijk immer een circus? Kent er niet eens gaat angst. Dus hebben we afgelopen jaar aan alle vrijwilligersorganisaties gevraagd van heb je ideeën, wat zou we kunnen doen, hoe heb je behoefte aan? En door hoe is eigenlijk gekomen door het op verschillende teachtippen, zodat we kunnen kiezen en proberen ook een breder aanbod te brengen. Welkom, ik schreef hem op staat. Mijn naam is Rob van Ommelen, voorzitter. Leuk dat je hebt opgegeven om te kijken wie de lokale omroep, wie het hier binnen de omroep geeft. Dit is puur de tak TV, wat je wordt gerucht voor opgegeven. Je gaat dadelijk met een aantal medewerkers gaat je op pad om te kijken van hoe het dus daadwerkelijk in zijn werk heet. Hoe lang zit hij hier al in de zaak? Sinds 4 oktober 2014 hebben we de zaak geopend. Dat is nu een goed anderhalf jaar geleden. Dat is nog niet zo lang, hè? En bevalt het u goed? Ja, bevalt me prima. Ja, we mogen niet klagen. We hebben sinds het begin hebben we een goed verloop van gasten. Het concept slaat heel goed aan, alles speciaal bier. Limburgs eten, daarbij is heel populair, gelukkig op vandaag. En ik ben er reuze blij mee. Ik verveel me niet. Ik ben heel erg nieuwsgierig van hoe je er toe bent gekomen om op deze dag de café en alles hiervoor open te stellen. Op deze dag voor de vrijwilligers binnen Sittard in Geleen. Ja goed, ik werd een aantal weken geleden benaderd door de gemeente. Om op vrijdag en zaterdag vandaag, 12e en 13e, was de weekend van de vrijwilligers. Wat kunnen jullie betekenen voor de vrijwilligers? Kunnen jullie wat doen? En we willen wat leuke activiteiten voor de vrijwilligers aanbieden. En kunnen we dan eens? Nou ja, goed, daar kunnen wij wel mee. En ik vind het altijd sowieso, reclame voor de zaak is altijd goed. En ik vind sowieso, ik ben zelf jarenlang vrijwilliger geweest. Vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de vrijwilligers. Als ik daar dan iets in kan betekenen, heel graag. Dus het werd mij gevraagd om een speciaal bierproeverij te doen. Met betrekking tot de soorten bieren die nou uitgekozen zijn om te proeven, zit daar een bepaalde redenatie achter van welke eerst en welke... Ja, voor mij is het belangrijk dat ik voor de mensen een interessant en leuk verhaal kan vertellen natuurlijk. Iets leuk en interessant over bier. En dat er een beetje een logische volgorde in zit. Zij het in het alcoholpercentage, hè, dat je van laag naar hoog gaat. Maar zij het ook natuurlijk, ja, je wil natuurlijk verschillende soorten bier hebben. Je wil morgen geen koppijn hebben, dat is ook belangrijk. En als ik dan pak, ik pak met name vanuit de geschiedenis. Van het meest oude bier, naar dadelijk wat nieuwe bier of wat bekender bier. Welke soort bier heb je vandaag al geproefd? We hebben de Olval hebben we gehad. We hebben daar gaan binnen een triple. En kijken, Geus hebben we gehad. En wat is nou tot nu toe het lekkerste bier wat je gedronken hebt? Geuzeboon. Echt lekker fris, fruitig. Lekker soms biertje is het. Welke bier vond u nou het lekkerste eigenlijk? Die ik nog niet heb gehad. Die ik nog niet heb gehad? Ja. Hoeveel krijg je er nou vanmiddag geproefd? Ik zou niet weten hoeveel we er krijgen. Ik heb er nou volgens mij een stuk of drie gehad. Het zijn wel kleine glaasjes, maar het gaat zich om de smaak. Tussendoor doe je even blussen met water, voor de smaak van het vorige glas bier weg te krijgen. En het mooie is dat je het nieuwe glas bier ontzettend goed proeft. Je moet er uiteraard niet te veel van drinken, want de meeste soorten bier wat hier staan zijn vrij hoog in alcoholpercentage. Dus je moet wel zorgen dat je met de taxi naar huis toe gaat. Niels Norman is een intrigerende kunstenaar en het heeft mij aan het denken gezet om daar ook iets in mee te gaan doen. Ondersteunt de domeinen nu ook om de bezoekers daarin mee te nemen? Als ze zelf initiatieven op willen zetten, dan kun je dat inderdaad natuurlijk bij de domeinen kenbaar maken. En dan zal daarna gekeken worden in hoeverre we daarmee kunnen helpen. Of dat hier in het domein gepubliceerd wordt of dat daar vanuit de educatie of zo meegewerkt wordt. Maar dat ligt net maar aan het initiatief en wat er precies verwacht wordt van het museum, of dat mogelijk is of niet. Nu heb je een heleboel informatie verstrekt.
En op welke wijze heb je zelf die kennis verworven om ze dit allemaal te vertellen? Onder andere door zelf rondleidingen te krijgen van de curator, was mij ingelezen in de kunstenaars. En meestal ook door te spreken met de kunstenaars. Dat is bij Niels Norman niet gelukt, toen wordt er jammer genoeg zelf niet. Maar normaal gesproken verkreeg ze zo ook heel veel informatie, ja. Wie belangrijk zijn vrijwilligers binnen de gemeente? Het allerbelangrijkste in onze stad zijn heel veel lui van jong tot oud actief als vrijwilliger in allerlei soorten organisaties. En ik denk dat ze onmisbaar zijn. Hoe heeft u deze dag ervaren? Ik heb dit als een hele fijne dag ervaren. Heel leuk. Van, anders dan ik het verwacht had. Maar ik heb het heel fijn gevonden vanmiddag. En hoe vind je dat de gemeente Sittard dit initiatief genomen heeft om vrijwilligers een middag aan te bieden? Ik vind het een goed initiatief dus. Dus ik krijg de dankbaarheid als vrijwilliger wat je dan krijgt. Waar bent u vandaag geweest? Ik ben vanmiddag zijn we eerst in Geleen geweest bij Start. En daarna zijn we samen naar Sittard gereden. Wat doet je voor vrijwilligerswerk? Nou, ik ben de voorzitter van Veiligheid Nederland Sittard Geleen en Borgen. En ik stond hier als vrijwilliger al 35 jaar, door ligt dat al ongeveer. Dus zodoende wil ik ook eens een keer weten hoe je Start werkt met camera en met die microfoon. En ik vind het zeer interessant. U heeft zelf ook achter de camera gestaan of een interview gehouden? Ja, dat heb ik ook gedaan. Als eerste. Ik durfde eerst niet, maar ik heb het dan toch maar even gedaan, ja. U hebt je aangemeld, die andere items wat ze aangemeld houden van de gemeente. Heb je daar geen keuze kunnen maken? Nou, ik heb wel een keuze kunnen maken, maar het leven maakt niet meer keuzes. En die keuzes maken ze dus eigenlijk om eens te kijken wie bestart. Achter de schermen eens kijken wie dat werkt.